Hoi allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je gezond en gemakkelijk een lekkere smoothie voor kinderen kan bereiden. Je hebt hiervoor nodig yoghurt. Maakt eigenlijk niet uit, ik heb nu halfvolle yoghurt. Het kan ook andere soorten, dat maakt niet zoveel uit. Banaan en aardbei heb ik dit keer voor gekozen. Maar als je nog blauwe bessen of peer of sinaasappel, mango bijvoorbeeld thuis zou hebben, zou dat ook gerust kunnen. Want eigenlijk kan het met al het fruit, net wat je in huis hebt. Dan begin je met eigenlijk het fruit in stukjes te snijden. Ik heb dat nu even voor jullie alvast gedaan, omdat het een beetje veel werk is als ik dat nog moest doen. Dus hier heb ik aardbei en banaan gesneden. Dan pak je een maatbeker of je kan het ook in een kom doen, net wat je zelf wil. Ik heb hier een maatbeker. Daar doe je de yoghurt in. Zo. Deze is nu op. Dus dan pak ik het volgende pak. Even schudden. En nu doe ik de aardbeien erbij. Nou ja, ik heb net hiervoor mijn handen gewassen, dus ik vind dat het wel even zo kan. Ik begin nu even met mixen, er kan altijd de rest van de bananen nog bij, want anders komt het een beetje boven de maatbeker uit. Dus ik heb nu eigenlijk gewoon een paar aardbeien en een halve banaan. Nou ja, dat is prima. Je kan nu zelf kijken net hoeveel je wil maken. En dan giet je het in het glas. Kan dus ook in de kinderbeker. Kan dus ook in een tuitbeker voor kinderen die wat jonger zijn. Voor een dreumes. Of, dat maakt allemaal niet uit. En kijk, dan heb je een heerlijke, gezonde smoothie. Veel plezier!